Ik ben Magda Smink en ik heb de afgelopen tijd gewerkt aan een rapport over de deeleconomie. Daarin hebben we gekeken naar 5 online platformen waar mensen spullen of diensten uitwisselen. Het is heel belangrijk dat je een positieve reputatie hebt. Dan is het makkelijker om iets te huren en ook makkelijker om iets te verhuren. En dit zorgt ervoor dat mensen allemaal naar hetzelfde platform toe gaan waar al de meeste beoordelingen zijn gegeven. Dus wanneer ik een positieve beoordeling heb op Airbnb, zou ik niet zo gauw mijn huis of een kamer gaan aanbieden op een ander platform, omdat ik dan weer opnieuw een reputatie moet aanbieden. Dus eigenlijk de aard van deze platformen zorgt ervoor dat er een monopolistische tendens is en dat het risico bestaat dat er op een gegeven moment 1 hele grote partij de dienst uitmaakt. Nou, wat we ook voorstellen is om gebruikers hun reputatiedata mee te laten nemen naar een ander platform. Dus dat betekent dat als ik een mooie reputatie heb opgebouwd, bijvoorbeeld bij Snapcar, dat ik die mee kan nemen naar een ander platform voor autoverhuur. En dat ik dus niet opnieuw hoef te beginnen om een reputatie op te bouwen. En op die manier kan ik dus veel makkelijker zoeken naar een platform wat mij de beste dienst levert.